Goeiedag. Een grijs weerbeeld vandaag weer in Nederland. Het weerbeeld dat we de afgelopen dagen ook steeds hebben gezien. Voor kleur moeten we echt de straat in. En hebben we over het algemeen ook wat kunstmatig licht nodig. Zoals hier bij de oliebollenkraan, waar het er dan wel weer heel vrolijk uitziet. Ja, die bewolking die blijft vandaag overweersen in het grootste deel van het land. De satellietfoto van vanochtend 10 uur liet wel mooi opklaringen zien boven de Noordzee. En die komen ook wel wat dichterbij. Misschien dat het noordwestelijk deel van het land daar wel mee te maken gaat krijgen. En ook in Friesland. En Groningen is er kans op wat opklaringen. Later vandaag kan de zon er even bij komen. Geldt zeker ook voor de Waddeneilanden. In het binnenland echter blijft die bewolking overheersen en kan er zelfs nog een spatje motregen vallen. Dat stelt niet al te veel voor. Temperaturen liggen rond de 10 graden. Dat is bijzonder zacht voor deze tijd van het jaar. En wat de wind betreft, die is zwak tot matig uit het zuidwesten. Ja, en vanavond en vannacht dan komen die opklaringen nog wat meer in het land. Dan gaat het afkoelen en dan juist in die opklaringen kan de mist tot ontwikkeling gaan komen. Hier zien we het model dat ook heel duidelijk laten zien. En morgenochtend is die mist ook nog niet verdwenen op veel plaatsen. Kortom, ook morgen is het weer een grijze dag. En donderdag op vrijdag gebeurt dan eigenlijk weer hetzelfde. Ook dan neemt de kans op mist weer toe in de nacht. Morgen overdag dus ook weer een grijs weerbeeld. Temperatuur opnieuw, zo rond die 9 à 10 graden in de ochtend. Waarschijnlijk ook mist. En de wind die blijft uit het zuidwesten waaien. En is overwegend zwak of matig. Morgen wat minder wind. En dat is ook weer ongunstig voor die mist. Want die kan dan lang blijven hangen. Ja, de dagen erna, dat ziet er toch ook wel allemaal erg grijs uit. Vrijdag, zaterdag, zondag. Allemaal dagen waarbij de bewolking overheerst. En waarbij de temperatuur zo rond die 8 à 9 graden ligt. Vanaf volgende week gaat er wel wat veranderen. Dan gaat de temperatuur naar beneden. En kan het weerbeeld wel wat winterse worden, in ieder geval kouder. Nog een fijne dag.